Nou, wat we hier gaan proberen is een beetje gaan richting dit perspectief. Dus ik zeg altijd, maak maar prachtige aanzichten van het product. Bijvoorbeeld heb ik hier een apparaatje. Een vooraanzicht, zijaanzicht. En dat kan je ook een beetje altijd heel mooi inkleuren. Dat maak ik hier heel klein, omdat het is een symbolisch verhaal hier. Ja, dus hier is mijn apparaatje. En dat kan je ook heel fancy inkleuren. Omdat je door het geven van materiaal, gevoel van materiaal en een beetje volume. Dat is de 5. En een beetje schaduw daarachter. Ja. Teken nog op de goede plek. Heel klein. Ja. Toch een beetje apparaatachtig dat je ziet wat ik bedoel. Dit wordt dus een ouderwetse iPod-achtige ding. Ja. Dan kan je heel mooi de beleving geven van een apparaatje. Ja. En je denkt niet dat ik het zo dit per se in perspectief moet zien. Ja. Vooral als je gaat nog details toevoegen. 12 uur 22. Ja. Oké, okay, ja, dan kan je mooie prima tekeningen maken. Nog een paar intelligentielijnen toevoegen. Dat het een beetje sketchy eruit ziet. Beetje camoufleerende onnauwkeurigheden. Ja, of kan ik nog achteraf afronden als ik een keer rond het apparaat wil. Wat ik maar ook wil. Ja. De zijaanzicht en vooraanzicht bij een apparaat is prima. En met een beetje markers en een beetje goede lichtval kan je prima gewoon een prachtige weergave doen. Maar als je dat per se wil, dan gaan we dan richting de zijkant. Ja? En dan ga je dan, kan je een paar goede boeken lezen. Je hebt heel veel boeken over perspectief. Ik wil niet te veel over uitleggen, want het is een beetje droge theorie. Ja, wat je hebt is normaal twee verdwijnpunten en die moeten ergens op een horizontlijn uitkomen. En die horizontlijn zet je vaak als je niet dat het te drastisch perspectief wordt buiten je papier vallen ze. Dus daarom eigenlijk moet je alleen maar op gevoel een beetje de lijnen de goede richting sturen. En die moet altijd in de voorkant en de achterkant een beetje bij elkaar komen, ja? En dan dit gaat ook niet die kant, die gaat niet helemaal een beetje in die richting. En waarvoor je moet opletten, kan je heel dun beginnen eerst met, vooral als je met een balpen tekent, zoals ik nu. Waarvoor je heel erg moet opletten is dat je genoeg ziet van de bovenkant. Ja, als je een apparaat ontwerpt, dan ziet te veel aan de zijkant, dan is het een beetje moeilijk verhaal. Ja? Ik zie dat het nu een beetje te dik is, dus ga ik voor mij een beetje dunner maken. Voor zo'n apparaat vind ik het een beetje te dik. Ja, en dan hebben we hier. En ik zei twee, drie keer over elkaar heen, want het prakenprobleem hier, als het te vaak overheen gaat, dat het een strakke apparaat, dan ziet het toch een beetje rommelig uit. Dus hier hanteren we liever proberen, maar twee keer overheen en heel strak houden, ja. Ga ik hier een beetje afronding toevoegen en daar ook afronden. Dan gaat eigenlijk die lijn daar, die lijn hier en die lijn daar. Dan heb ik hier een mooie beginsel van een apparaat. En dan zet ik hier weer de display op. En wil je toetsen of wil je een scroll wil, dan zetten we hier een ovaal. En de beste is om niet in één keer goed te proberen te tekenen. Maar ja, vaak gaat het mis. Dan kan je ook met zo'n mini tekeningen eerst uitpuzzelen hoe de lijnen moeten lopen en wat de verhoudingen moeten zijn en hoe dat ding moet staan. Ja, en niet te veel dingen opmeten en heel nauwkeurig proberen te doen, want wanneer je de dynamische ovaal daar wil zetten, bijvoorbeeld de lijnen, dan gaat het toch mis. Dus beter vaak om een paar keer te proberen als het misgaat en snel iets simpels te maken. Ja, en dan in dit geval zie ik dat een beetje van de zijkant. Wat ik nu ga doen, eerst pak je vaak een C3 bijvoorbeeld. Of, en dan kan je aan de buitenlijnen nog een keer overheen. En dit is iets wat je nauwelijks ziet.
afhankelijk van papier en marker, hoeveel jij daarvan ziet, is ook verschillend. Dus misschien ga ik in mijn geval meteen een C5 pakken, maar dat kan dat het dan te sterk, te veel wordt, of niet. Ga ik een beetje langs de buitenlijnen. En dit geeft meteen een heel fijn gevoel van dat het krijgt een beetje volume. Ja? Ik misschien nog een constructielijn zou mooi zijn in het midden. En misschien daar ook. Dat ga ik nog achteraf toevoegen. Ja, ik doe het vaak achteraf. Om te corrigeren meer. En dan doe ik hier bijvoorbeeld een C8. Kan ik hiermee in. Om de kant dan helemaal accentueren. En omdat dit is zo'n fijn apparaat. En een dunne. Ik wil niet de achterkant weer heel dik maken, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Of niet zo fijn. Wat ik wel ga doen is, ik pak eerst een C1 zelfs, die is heel licht. En daarmee probeer ik een beetje lichtreflectie over de hele oppervlak heen zetten. Ja? Dus vaak de hele voorkant is glanzend, ondanks dat ik heb hier een overgang. Ik kan wel hier de onderkant van het scherm nog los aangeven. De reflectie die zo door de hele apparaat heen kunnen gaan eigenlijk. Dus, want dat is vergelijkbaar. Maar dan hierboven maken we dan net een beetje dikker. Ja, en in plaats van dat je hier langzaam weer een reflectie op probeert te zetten met een beetje weggevloeide lijnen, is het dit soort lijnen ook een beetje vlot. En ik kan ook hier oefenen een beetje. Nou, dan zet ik hier zo'n vlekje en daar een vlekje. Wat gaat het worden? Nog een dunne daar. Als je dat niet weet, voordat je tekening meteen daar kapot maakt, kan je een beetje experimenteren. Dan zetten we daar nog iets. Ja. En die reflecties die geven een beetje een soort van gevoel van display op een vlak. En dan je moet opletten, het is gigantisch verschil tussen of je een lijn accentueert met een C5, zoals ik het nu doe. Of een C8 of een piekzwart. Ja, dit geeft meteen het gevoel een beetje dat het daar zo rondloopt. En dan pakken we de 3 en daarmee maken we hier een soort van. Ja, dus bijvoorbeeld als je wil een duikje, dan kan je het best hier een vlekje doen. Ja, en als je even wacht en droogt, dan pak je een wat was dit? Was een 3. Kan je bijvoorbeeld een 5 pakken. Ben ik nog in beeld, ja. Je kan eigenlijk heel vaak, als je iets niet weet hoe dat zo werkt, dan kan je hier los uitproberen, ja. En dan kan ik daar nog een beetje daarbij zetten, ja. En wat de zijkant betreft, dan ga ik dat hier ook een beetje doen. Dan maken we hier eigenlijk een. Hier wil ik in de rand, als je hebt iets afgerond. Ja. Dan wil je hier in de hoek laten zien dat daar een afronding is. En vaak wil je daar een glanzende randje hebben. Ja? Dus ga je de belichting zo zetten dat ik hier dit krijg. Als je hebt iets wat een hoekige rand heeft. Zo. Ja? Dan wil je dat het hier een contrast ontstaat. En dan ga je de belichting zo doen dat het hier donkerder, daar lichter wordt. Je donkerder daar lichter, ja. Dus eigenlijk een goede fotograaf gaat iets met afgeronde hoeken anders belichten, ja. Want als ik zo hier afgeronde hoeken maken, dan wil ik belichten zoals dit, ja. Dan zit ik vanaf hier daar, dan kan ik daar niet zo'n mooie licht op de rand zetten. Ja? Nou, dan maak ik het hier die kant donker. Vanaf hier die kant. En let op, ik zet hier een heel kleine ik zet de schaduw eigenlijk hier een millimetertje naast de rand. Okay. Ik ga een beetje dichterbij komen. Kijk hier. En hier ook, als je marker hier net daarnaast
Zit ik het goed onder de camera? Oh nee, zo hier. Kijk, hier hou ik een, kijk, net een beetje naast de rand met de marker. En dan krijg ik hier een glanzende lichtje. En hier ook. En die gaf je het gevoel dat daar echt een rand in zit. En dan heb je een soort van een mooie apparaatje. Ja, en dan moet je opletten als je hier wil ik daar op een... iets op de display zetten. 12 uur 22 ga ik proberen. Ja, dan die moet ook perspectief volgen. Ja, misschien als je heel bang bent, dan kan je eerst met de potlood doen, heel dun. Ja. Kijken of dat het een beetje goed loopt. En daarna even vlot accentueren, ja. En dan blijven we altijd vlot. Anders wordt het langzaam en kreukelig. En onzeker. Ja. En onzekere mensen worden minder vertrouwd. Als je een ontwerper bent, dan wil je de opdrachtgever je volledig vertrouwd. Ja. En dat hij niet denkt, nou, hoe gaat hij dat maken als hij dat zelfs niet kan tekenen? Ja, dat wil je niet. Dus daarom, als je een beetje leert de trucjes van schetsen, dan kan je mee heel erg de indruk van zelfverzekerheid verhogen. En als ik wil dit in duik, dan wat je ook vaak ziet, is dat ze maken daar een soort van oppervlaktelijnen die het volgen. Ja? Nou, zo maak je een mooie perspectieftekening van iets met een vierkante soort van display vorm.